Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Nou, waar we het de vorige keer hebben gehad over voeding en calorieën met betrekking tot afvallen, gaan we het vandaag hebben over voeding en calorieën met betrekking tot aankomen. Het aankomen in spiermassa. Stel je wil gaan sporten en je wil spiermassa opbouwen. Hoeveel kan je nou redelijk gezien aankomen? Nou, waar het bij afvallen gaat van 0,5% tot 1% per week wat je gezond kwijt kan raken aan lichaamsgewicht, gaat het bij aankomen in spiermassa aanzienlijk langzamer. Namelijk gaat het per maand 0,5%, 0,5% tot 1,5% van je lichaamsgewicht. Lichaamsgewicht, even zo afgekort, per maand kun je aankomen in spiermassa. Oké. Je kan dus die 0,5% tot die 1,5% aankomen. Dit hangt natuurlijk compleet af van hoe getraind je al bent. Of je juist een beginner bent of al 10, 15 jaar in de sportschool komt. Voor een beginner geldt dat hij rond die 1,5% zou kunnen gaan zitten. Omdat hij natuurlijk, zijn spieren zijn het niet gewend en die heeft natuurlijk heel veel potentie om te groeien. Die 0,5% of misschien nog net niet eens, ben je meer ervaren. Dan kom je inderdaad al die 10 jaar in de sportschool. Dan kan je niet meer zoveel aankomen. Goed, laten we uitgaan voor mij dat ik die 0,5% kan gaan aankomen. Nou, ik weeg 73 kilo. En ik wil dat 0,5% aankomen van je lichaamsgewicht. Doe je dus maal 0,5%. Is de helft van 73. Is 36,5. Dus 365 gram. Of 0,365 kilogram. Per maand. Dat is echt van belang. Per maand. Oké, dus ik kan hier, bepaal ik dus hiermee, ik kan 365 gram aan spiermassa per maand aankomen. En vanuitgaande dat 1 kilogram lichaamsgewicht 7700 calorieën is, kilocalorieën is, hoeveel calorieën zijn die 365 gram dan? Nou, dan doe je dus 0,365 keer 7700 is, dan pak ik even mijn rekenmachine erbij. Dat weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd. Hierheen. Dat is 0,365 keer 7700 is 2810,5 calorieën per maand. Wat ik meer moet eten dan mijn onderhoud. En die onderhoud heb je in die vorige video's kunnen berekenen. Hè? Heb je ze niet gezien? Ik zal ze hier nog even linken. Mijn onderhoud is zeg maar 2600. Geen idee, maar dat kun je gewoon berekenen. Dat is, kort ik even af met onderhoud OH. Calorieën per dag. Wat ik moet eten om te zijn en te blijven wie ik nu ben. Hè? Oké, maar dit is per maand. 2810 calorieën per maand meer eten. Hoeveel is dat nou per dag? Nou, deel dat gewoon door 30. Een beetje de gemiddelde delen, dan heb je het ongeveer per dag. Dus dat is 2810,5 gedeeld door 30 is 93,68 calorieën per dag. Dit moet ik dus meer eten dan mijn onderhoud. Dit doe ik dus plus. En dat is dus 2693,68 calorieën per dag. Moet ik dus eten. Dit kun je natuurlijk afronden op 2700. Hè? En dan ga je natuurlijk ook weer, hier geldt natuurlijk ook weer, test het even. Hoe reageert je lichaam erop na een maand? Hoeveel ben je daadwerkelijk aangekomen? Enzovoort. Oké, maar dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik wil wat meer aankomen. Waarom eet ik niet gewoon 3000 calorieën of 3500 calorieën? Natuurlijk kan dat en je zal zeker aankomen. Alleen zal dat veel in de vorm van vetmassa zijn. En dat is nou natuurlijk niet wat je zou moeten willen. Je wil spiermassa aankomen en niet vetter worden. Dus kijk even als je ook 73 mocht wegen. Of je op die 2700 calorieën gaat eten en na een maand kijk wat je bent aangekomen.
Moet je dat bijsturen? Ben je minder aangekomen? Kun je iets meer eten? Ben je te veel aangekomen? Kan het misschien iets minder zijn? En, want dit hoeft natuurlijk ook niet altijd te kloppen, dat onderhoud wat je berekend hebt. En moet je allemaal na ervaring, moet je dat bij gaan stellen. Oké, die 93 calorieën, waar bestaat dat nou uit? Hier moeten we 93 calorieën, of zeg maar 94 calorieën meer eten. Oké. Doe dat met koolhydraten. Laat je eiwitten op 2,3 tot 2,8 gram per kilogram lichaamsgewicht zijn. Bereken het gewoon op 2,3. Dan vet tussen de 15% en 30%. En de rest is calorieën. Ja, dat heb je dus hier uitgerekend. En vul deze aan met koolhydraten. Ja? Oké, nou, ik hoop dat dit duidelijk is. Mocht je vragen hebben, stel ze in de comments, dan reageer ik erop. Nou, mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Succes en tot de volgende keer.